Oké, nou hier heb ik dus niks gevonden. Misschien is het te laag voor iron. Ik weet niet. Dan ga ik hier een beetje mee en zo. Hoeveel minuten nog? I don't know, ik ga nu niet naar buiten, het is nacht. Ja, dan moet ik die doen. Woyo, Cave System Plus. Oh, dat is een creeper, I don't know. Not like you. Ik heb extra iron hier, Tim. Nice. Meer dan 1. 2. Oké, hier. Oh mijn god. Het is er? Lekker veel iron hier zo. Nice. OMG, hier is zoveel iron. Ik heb al 6 extra. Even kijken. Ik heb nu 9 gold. Oké, ik heb een trap gemaakt. OMG, dus echt veel iron hier. Dat is een spin, dat is een spin. Oké, ik ga een lever maken. Is goed. Ik heb nu iets van 12 extra iron. Ik heb nu 14, 15 iron. Oké, nice. Zal ik naar boven komen of moet ik verder mijnen? Nou, volgens mij houdt het cave system hier ook op. Ja, het houdt op. Ik tp naar jou. We hebben nog kool. Ik pak wel even een paar kool en dan tp ik naar jou. Dash, oh mijn jezus. Dash, tp. Super funky boy. Oké, ik ben naar jou getp. Wat? Oh. Wacht, ik mijn het even weg. Oké, ik moet die iron acuut op gaan smelten. Hier zit nog 4 in. Heb jij nog chestplate voor mij? Ja, dat is... Heb je die iron eruit gepakt? Uit de chest, ja. Oh ja, kijk nou. Er zit nog iron te koken. Hey, ik kan chat met chestplate even. Heeft die redstone creatures uitgezet of zo? Daar ben ik echt blij mee. Even kijken. Ik heb nog 4 iron. Activate de dingen niet, de pistons. Stom. Even kijken, 4, 5. Ik ben level 5, by the way. Hoeveel weed heb jij nog? Wacht, ik ben even bezig. We hebben eten nodig, fuck. Ik maak een broek voor mezelf, oké? Okay? Ja, is best. Maar ik maak ook nog wel een broek voor jou, daar niet van. Ik ga even naar buiten, even kijken hier nemen. Want we hebben echt skeletons nodig. Oh my god, nog een paar seconden. Niks, geen bones. Kut, geef me gewoon bones, mens. Zombie flash volstaat ook wel. Oké, creepers en zombies, dat is wat ik wil. Ja, goed zo, kill al die zombies. Oké, ik heb zombie jerky, Tim. Hij powert de pistons niet. Even kijken, hopelijk is er nog wat wiet gegroeid. Ik heb nu weer 2 extra wiet gekregen. Kijk of je nog extra iron hebt, want dan kunnen we een lava. Er zit allemaal iron in de furnace te koken. Alleen jij moet nog een broek hebben. De walls zijn droppen, Tim. De walls droppen. Oké, kom terug. Ja, ik ben er. Kijk uit voor de val. Oké, hoeveel iron is hier nog? Heb jij al een broekje? Nee. Oké, GG. Dan maken we 2 flinders deals. Tim, hier. Heb ik met 7 iron genoeg voor een broek? Ja. We hebben niet genoeg food. Heb je nog iets van enchantment levels? Ik heb de 6. Oké, nice. Kan je mijn chestplate en zo even enchanten? Ja, geef maar.
ik doe wel een level 2, protection. En dan doe ik wel op een, dan doe ik wel level 4 op jouw ding. Protection. Nice. Oké, nou, ik moet even niet... Oké, heb jij nog eten nodig? Nee, maar wel arrows, als we nog flint hebben. Arrows, ik heb 17 arrows hier voor jou. Ik heb er maar 6. Wacht, we hebben nog flint, ik kan er nog 8 bij maken. We moeten eigenlijk gaan. Ik heb 28 arrows, zijn we klaar om te gaan, Tim? Nee, ik heb maar... Oh, ja, is goed. Oké, nu kunnen we gaan. Gaan we? Ja, maar we moeten dit als backup place gebruiken, hè? Ja, is goed. Ik mijn even ons hieruit. Blijf ten alle tijden bij elkaar. Anders overleven we dit niet. Oh, als ze straks echt helemaal niks hebben, behalve een boeplet. Ik heb nog iets van broodjes nodig. Of zo. Oh, ik heb nog 2 broodjes. Kom gewoon, ik heb koeien hier. Koeien aan hun kant. Of zo. Oké, Tim. Ik dood die koeien en dan gaan we terug. Terug? Ja, eten koken. We hebben eten nodig. Zonder eten kunnen we niks. Oké. Okay. Oh my god, wat veel eten hier. Allemaal cap. Waarschijnlijk zitten ze te hiden in een mijn of zo. Of weet je niet dat de walls... Natuurlijk, nou, dat geeft ons weer advantage. Zullen we chest en loot in de andere delen? Ja, dat is goed. Nou, we gaan... Ja, oké. Okay, is prima. Kijk uit, het is creeper. Ja, I know. Wacht, ze zitten hieronder. Ik weet waar ze zit. Ze zit vlak naast ons. Ik ga terug naar de plek. Waar ben je? Ben je nog bij onze plek? Nee. Ja, op ons gebied. Ik loop achter je. Ja, is goed. Kom, ik heb 5 raw chicken en 4 beef. Kom. Oké, ga even koken. Doe jij de ingang dicht? Oké, ik beveilig hem even helemaal, oké? Ja, is goed. Zo, beef en zo, dat is allemaal hartstikke handig. Zo. Blijf hier zitten. Het rechte furnace is voor jou voor de chicken. Tim. Oké. Spannend dit, hè? Mhm. Waar is de TNT? Zo. Er zit nog TNT voor jou in de chest, by the way. Okay. We kunnen ook wel goed gebruiken als we een baas op moeten blazen, bijvoorbeeld. Ja. Heb je alles? Nee, ik moet nog 2... Ik heb 4 steken, ik ga de wacht houden. Oké, ik ben eigenlijk helemaal klaar om te gaan. Ik ben echt benieuwd wat ze hun hebben. Dat is helemaal niks. We zijn volledig geprotect en we hebben boogjes en zwaarden. Ben je klaar? Ja. We gaan. Hour of Truth. The Night of Nights. Ze zitten bij het stuk naast ons, dus we moeten oppassen. Kom je? Ja. Hou je boog uit, dan kun je ze snipen eventueel. Nee, oh, wacht. Ik zag hier nog net één. Oh. Ze hebben denk ik een voet tekort. Even kijken, wie is dit hier beneden? Kom, we gaan op hem. Hij is alleen, we gaan op hem. Kom op, dat is het. Pik, creepers. Even kijken. Oké, Jordi zit hier beneden. Dit is paint cookies. Paint cookies zit hier beneden. Shall we go? Paint cookies zit hier beneden, maar... Hij sneakt nu waarschijnlijk. Ja. Waar ben je? Hier. Oh, dit is een trap van hun. Dat weet ik van Jeroen. We moeten een hideout vinden. Een hideout. Daar is een hideout. Komt hem. Hier is een hideout. Pas op voor tripwires en stuff. Oké, hier hebben ze branch mine spul. Oké, daar hebben ze niks meer. Eet even voordat ik ga. Ja, ik heb geen honger. Misschien hebben ze hier een trap gemaakt. Nee, dat zie ik wel. Oké, hier is niks. Snel naar boven weer.
Ze hebben vanaf ergens anders dus gemined. Dat is dom. Is er jullie ook aan het opnemen of niet? Ja, Jordi neemt ook op. Dan kunnen ze het van twee kanten. Je weet om minder... Oh mijn jezus, dat is een dispenser. Met arrows, dank je. Oh, dat is nice. Hier, fresh play, dombo's. Dambo's. Hij is helemaal niet afgemaakt. Oh, noobs. Trappen wij niet in. Wat denk, wat, oké, okay, wat denken ze? Ze denken poep. Nee. Zullen we straight down minen of... Wacht. Even mijn inventory orden. Lol. Ik ga proberen om ze uit te lokken. Wacht, Jordi die zit nog wel in de server. Waar zit die kerel? Hij zit vast andere delen te looten. Ik weet het zeker. Ik wil weten wat hun hebben. Serieus. Oké, dan gaan we gewoon ook andere delen looten. Sure. Kijk, dit deel is nog niet geloot, denk ik. Nee. Bottles o enchanting. Oké, dat ben jij. Lol. Cobweb. Cobwebs zijn zo handig. Mag ik ook cobwebs? Hoeveel wil je er? Twee? Ja, sure. Is deze chest hier al geloot of... Wacht, ben je goed? Ze zijn bij elkaar. Sneak. Yes, 54 arrows. Voor de win. Oké. Kom hier, kom naar mij. Waar ben je? Hier, zie je mijn naam? Waar ben je dan? Mijn naam. Hier. Waar dan? Hier beneden. Maar pak even, loot die andere en pak die arrows. Zit hier beneden. Loot straks even die arrows van dat andere deel daar. Zit hier beneden. Oh fuck, Bedrock. Je kunt niet naar beneden mijnen. Hier, pak die arrow straks even. Ze zijn wel via dit ding gegaan ergens. Maar dat hebben ze waarschijnlijk dicht gedaan. Kijk waar Koppel zit. Oh, zo. Hey, Iron. Dumbledore. Waar, die deur natuurlijk hier aan het eind. Oh, wat een eien. Tim. Pressplate, wacht. Dat is een pressplate. TNT, wauw. Wauw, dogs. Even aan de kant, alsjeblieft. TNT vind ik wel handig. Kijk, als we hierheen mee, hier zit. Gaan we onderzoeken. Ja, de plaats is lava. Hier zitten ze in het G-system. Hierboven. Kom op, Tim. Let's go. Hierboven zitten, wacht, Steve. Ik zit hier onderhoek. Ik heb Jeroen. Serieus? Ja, hier is hij. Wacht op mij. Oh mijn jezus, heeft hij power one bow ofzo? Waar zit hij? Wacht, Tim. Fire in the hole! Wacht, eet. Dit is voor wel. Die anderen zijn hier eens opgeblazen. Wacht, hij zit hier. Wacht, mijn ervoor omheen. Fuck, precies. Tim, ga dan ook weg dan. Tim, even aan de kant. Ik ga ze snipen. Ik maak een sniper. Wacht, laat ze een arrow verspillen. Wacht, we gaan het bovenste graven. Lekker fort hebben ze hier. Zit een beetje te turtelen hier. Ze komen! Yeah! Jongens, yeah! Oh baby, Jeroen had allemaal gold leggings en zo. Ik, Tim, jij was hier druk bezig. Ik kom hier zo mijnen zo. Ik zo, tu. Jij had Jordi doodgemaakt en dan val ik hem aan. Good game. GG! Goed, ik gooi eens even met Skype. Even kijken. Die toevoegen en die... Oké, wacht. Nu moeten we iets doen. Nu moeten we gewoon even iets doen. Oh, wat episch. Kijk uit. Oh my god. Oh, ik shake daar. Oh my god.
Noepjes! Lalalalalalal. Oh mijn god. Easy win, easy win. Jullie hebben elkaar gewonnen. Easy win, ik ga nog half helft toen ik Jeroen aanvallen. Ik ga even mijn video online gooien. Dat is geweldig. Oh, geweldig. Even kijken. Wij hebben allebei chestplate en leggings met protection 1. En een power 1 bow en een sharpness 1 zwaard. Ja, jullie hadden iets beter armor dan ons dan. Ja, en jullie hebben ook allemaal iron laten liggen, zag ik, maar whatever. Nu ga ik Ronald eens aan het zingen uploaden. Oh my god, ik record nog steeds by the way. Maar we hebben ook nog heel veel... We hadden echt een enorm food tekort. Dus jullie hadden in principe kunnen winnen... als jullie in het begin ons hadden aangevallen. Want we hadden echt gewoon enorm food tekort. Ja, hij staat online. Kan je ook die promovid uploaden? Of wanneer was dat? Oh ja. Oh. Maar we hadden zo'n enorm food tekort. Er moet nog één ding gebeuren. Wat? Je kunt de map niet opblazen by the way. Die baas is opblazen. Dat kan niet, de TNT die staat gedisabled. Ja, vind ik jammer. Oh, dat was het dus. Dus jullie hele die had toch niet gewerkt. Maar goed, bedankt voor het kijken allemaal. Als jullie hier meer van willen zien, dan laat het even achter in de comments. Misschien 30 likes voor een volgende Walls episode. Dat kan wel. Ja, oké. Okay. 30 likes voor de volgende Wall-E episode. Dat is dat ongeveer dat 1 op de 10 mensen bij mij een like moet achterlaten. Dus dan gaan we weer met hetzelfde team doen. Misschien iets andere teams en zo. Maar ik vond het wel heel mooi. Want Tim die viel toen Jeroen van Jordi aan. Want die stond in de frontlinie. En toen ging ik zo achter Jordi langs. En toen sloeg Jeroen mij. Ja, het was allemaal zo. Ik raakte jullie twee echt heel vaak. Maar jullie zaten wel goed met het sniper zo. Het was wel... Ik had op een gegeven moment half held door dat gesniped van jullie, maar ja. Mooi. Ja, ik ging op een gegeven moment al een sniper outpost maken voor mezelf, zeg met zo'n slap. Ik heb slaps meegenomen. Maar bij die dirt, weet je, jullie moesten door dirt heen als het goed is. Ja, daar zat een TNT trap. Oh, ik denk press plate weghakken, bab, TNT voor ons. Okay. Ja, lol. Ja, dat was wel balen. Maar ik vond het zo jammer, want ik had eigenlijk had ik allemaal TNT erboven geplaatst. Jullie zaten te snipen. Als die TNT niet gedisabled was, dan hadden we dik gewonnen, want het was Jordi gewoon woesh. Maar goed jongens, dus bedankt voor het kijken allemaal. En 30 likes voor zo snel mogelijk een volgende Wall-E episode. En jongens, willen jullie nog wat zeggen voordat ik ga eindigen of zoiets? Bedankt voor het kijken. Ja, bedankt voor het kijken. Voor de 1000 abonnees voor Jordi. Ja, en 300 voor mij. En als jullie nog leuke andere Minecraft minigames willen zien, Kappers Warbers gaan we nog wel een keer doen. Capture the Wool gaan we nog wel een keer doen. We gaan nog wel een keer Battle Dome. We gaan allemaal fantasy Minecraft minigames doen. Maar als jullie nog meer weten, dan laat het echt even achter in de comments. En dan zullen we kijken wat wij jullie kunnen bieden. Dus ja, dan spreek ik jullie later. Later mensen.